Hij heeft zelfs de beste koop van de Consumentenbond gewonnen. Ik vind dit zo'n fantastisch ding, maar ik denk dat dat nu wel duidelijk is. Dit is echt zo'n typisch Action product. Aloha, ik ben Marloes en ik ben vandaag je reisgenoot. Welkom bij een nieuwe Action video. We gaan vandaag samen op vakantie, of althans, we gaan ons voorbereiden en verheugen op een komende vakantie. Vandaag ga ik je de essentials laten zien voor je komende vakantie. Ik ben echt heel erg benieuwd wat voor jou echt een vakantie essential is. Laat het ons weten en misschien zit hij hier wel bij. Dit is toch wel echt mijn nummer 1 essential als ik op vakantie ga. Eigenlijk voor het hele jaar door, zonnebrand. Dit is Sonova, het huismerk eigenlijk van Action, maar die schijnt dus heel erg goed getest te zijn. Hij heeft zelfs de beste koop van de Consumentenbond gewonnen. Dit is de 50 SPF Sensitive. Die kost €3,79, deze Sensitive zonnemelk, voor echt een flinke fles, zoals je kan zien. En dan iets wat heel veel mensen vaak vergeten. Voor 84 cent gooi je deze lipbalm in je strandtas. En deze lipbalm is 30 SPF, dus factor 30 om je lippen te beschermen. En hij heeft ook nog vitamine E erin zitten, zie ik. Echt, mensen, vergeet je lippen niet. Want ik heb wel eens gehad dat ze echt helemaal opgezwollen waren. En nu kunnen mijn lippen wel wat volume gebruiken. Maar ik kan je vertellen, dat is echt niet fijn. Oh, dit is echt ook wel een ding wat al een tijdje op mijn wishlist staat. Maar wat ik dus nooit heb aangeschaft nog. Dit is een toilettas die je kan ophangen. Het is fantastisch. Hij kost €2,79. En je kan hem dus aan dit haakje ophangen ergens in de badkamer waar je maar wil. En daar kan je dus al je spulletjes lekker in opbergen. Ik vind het echt een top ding. Ik wil dit. En zo kan je hem lekker compact in je koffer of in je reistas in de auto gooien. Wat hebben we hier? Dit is echt zo'n typisch Action product waarvan je echt niet wist dat je het nodig had. Maar nu je het ziet, denk je nou, dit heb ik echt nodig. Hij kost €1,79. En het is dus een waterventilator eigenlijk. Je vult dit met water en dan zet je de ventilator aan. En dan kun je dus heerlijk verfrissend het leven door. Echt lekker als er een hittegolf is. Je kan dus aan en uitzetten. En zelf moet je dat water erbij sprayen. Wat een leuke gadget voor op vakantie dit. En je kan hem natuurlijk gewoon leeg in je koffer stoppen. Leuk. Next. Nou, dit is pas een vakantieproef verpakking. Dit is echt een mini EHBO set. Verpakt zet je voor in de tas en of op reis. 27 delig. Nou, wat leuk. Hij kost maar €1. Dat is echt geen geld. Pleisters, een pincet, een veiligheidsspeld, een verbandje. Wat handig dit. En nu denk je misschien, nou, als ik die eenmaal open heb gemaakt, dan is hij open. Maar hij heeft een hersluitbare verpakking. Ik vind dit echt een uitvinding. Voor 99 cent zou iedereen dit eigenlijk in zijn tas moeten hebben. Oké, ik heb hier echt een verrassingsdoosje. Want ik ken dit niet en ik vind dit echt zo'n typisch Action product. Even kijken hoor. Het is een doosje vol met 7 dingen die je op vakantie nodig hebt. 2-in-1 shampoo, gezichtsmaskers. Iets om je huid schoon te maken. Body lotion, shower gel, serum zelfs en gezichtscreme. Nou, dit is echt alles om helemaal op je best voor de dag te komen op je vakantiebestemming. Hij kost €1,95, dit doosje. En dit is ook een superleuk cadeautje als je een vriend of vriendin hebt die op vakantie gaat om dit cadeau te geven. Ik vind het echt heel leuk. Voor wie op vakantie gaat naar een wat verdere bestemming, dus als je met het vliegtuig gaat of een lange autoreis tegemoet gaat, dan is dit kussen echt een must-have. Echt iets wat niet mag ontbreken bij de vakantievoorbereidingen. Dit is namelijk een nekkussentje. Hij kost €2,49. En hij zorgt er dus voor dat je niet zo met zo'n hele gebroken nek zo wakker wordt als je aan het dutten bent onderweg naar je vakantiebestemming. Oh, ik kan wel een dutje doen zo. Deze heeft een soort van kersenpitten binnenkant. Er zijn ook kussens die zijn heel hard en dan krijg je alsnog een pijnlijke nek van. Maar deze is heel comfy. Oh, ik vind dit echt wel een verrassing eigenlijk. En hij heeft een heel zacht velletje, wilde ik zeggen. Het is bijna een huisdier. Oeh, ik vind dit een aanrader. Vakantie is natuurlijk niet compleet zonder badlaken of in dit geval een luxe hammamdoek. Deze ziet er inderdaad echt super fancy uit met een heel mooi patroontje. En hij is ook nog van 100% katoen. Zo, schoot weer iets tegen mijn gezicht aan. Hij kost €9,95 en dat vind ik echt niet duur voor zo'n mooie doek. Hij is echt super groot. Kijk, zo ziet hij eruit. Aan de voorkant is hij lekker van dat gladde katoen. En aan de achterkant heeft hij een soort van badstof met franjes. Ik vind deze echt helemaal leuk. Hier pas ik waarschijnlijk met mijn 1,80 meter ook wel prima op. Dit is een topper. Ook een leuk cadeautje trouwens. Wat is dit voor gezellige vriend?
Dit is een koeltas. Die is niet alleen leuk voor op vakantie natuurlijk, maar ook als je gaat picknicken in het park of vakantie viert lekker in eigen tuin. Dan hoef je geen koeltas mee te nemen. Als je vakantie viert in eigen park, laat ik het zo zeggen. Hij houdt je drankjes lekker koel. Misschien kan je er ook wel stiekem ijsjes mee vervoeren. En hij kost €3,34 en hij is in allerlei verschillende soorten. En dit is toch wel een van de vrolijkste. En hij heeft een inhoud van 24 liter. Zo, 24 liter. Wat is er mis met mij? Hij heeft een inhoud van 24 liter. En ik vind hem gewoon fantastisch. Fantastisch, zoals iemand zei op mijn vorige video. Dus ik pik gewoon je grapje. Hij is fantastisch. Oké, deze. Daar ben ik nogal dol op. Niet per se dit merk, maar ik had dus een powerbank. Ik zal even uitleggen wat het is. Misschien is dat handig. Het is dus een powerbank op zonne-energie. Dus je hoeft hem dan niet op te laden in het stopcontact. Maar je kan hem gewoon in de zon leggen. En dan laad je powerbank op. En dan kan je daarna weer je favoriete apparaat mee opladen. Dus met zonne-energie. Het is fantastisch. En ik had er zo eentje van een ander merk. Iemand anders vond die ook fantastisch, want die is gestolen. En daar ben ik nog echt forever sad van. Dus ik ben echt heel blij dat ik deze voorbij zie komen. Ik wist niet dat ze bij Action hadden. Maar ik ga hem sowieso scoren. Want ik vind dit fantastisch. En ik vind dit een aanrader voor vakantie of geen vakantie. Als de zon schijnt, dan kan je gewoon met je powerbank in de zon opladen. Deze powerbank kost €9,95. Even kijken hoe dit allemaal... Oh, kijk. Kijk, met deze beugel plak je hem dus bijvoorbeeld aan het autoraam vast. En dan laat hij dus gewoon op terwijl je onderweg bent. Ik vind dit zo'n fantastisch ding, maar ik denk dat dat nu wel duidelijk is. Ik ben echt gewoon ambassadeur van deze powerbank op zonne-energie. Kijk, er komt hoor. 1, 2, oh. Ik dacht dat ik daar naartoe zou schijnen. Wat fantastisch. Inclusief zaklamp. Nou, mocht je dus ongewenste gasten met vleugels in je hotelkamer of in je tent hebben, dan is dit echt... een must-have. Het is SOS gel voor insectenbeten. We kennen het allemaal wel. Wil je je gezellige vakantieoutfit aantrekken, zit je helemaal onder de bulten. Dat is niet alleen heel oncomfortabel, maar ook niet heel erg leuk. Deze SOS gel is €1,29 en die helpt het om je vakantie te redden, eerlijk gezegd. Omdat het helpt tegen de jeuk en het helpt dat je, even kijken hoor, voor de verzorging en verzachting van de huid in geval van insecten en kwallenbeten. Wat hebben we hier voor leuks? Het is een opblaasbare poef. Dit is echt perfect. Dit kan je gewoon in je koffer gooien of in de achterbak van de auto voor mee naar de camping. En dan heb je dus altijd een zitplek. Ze zijn er in heel veel verschillende kleuren. Dit is toevallig vrolijk blauw, maar hij is ook in het geel, zwart en roze. Hij kost €6,95 en hij zit dus in zo'n handige... ja, meeneemverpakking. Hij is 56 centimeter bij 25 centimeter. Dus ja, dat is op zich ook best nog een fijn formaatje. En je pompt hem gewoon op met zo'n handpomp. Deze heb je waarschijnlijk toch al bij je voor je luchtbed of je subboard of iets. Dus echt heel leuk deze poef. Ik ben heel benieuwd hoe comfy die zit. Dus als jij het al hebt uitgeprobeerd, laat het me even weten hieronder in de comments. Hier hebben we een kampeerlamp. Ik moet eerlijk zeggen dat ik tot een aantal jaar terug niet zo vaak gekampeerd had nog. Maar tegenwoordig ga ik heel vaak met mijn vriend met de daktent op de auto uitkamperen. Helemaal leuk. En dit komt dan goed van pas. Want dit is een lamp die je kan ophangen in de voortent of gewoon in een kleiner tentje. Hij werkt op batterijen, dus hij werkt overal. En hij kost €1,34. Kijk wat een topding. Echt leuk. Hij is er namelijk ook in allerlei verschillende kleuren. Dus als je nou even wil matchen met je tentinterieur, dan kan je hem ook in een andere kleur aanschaffen. Oh, nou, je doet hem dus aan door hier aan dit touwtje te trekken. Echt zoals zo'n ouderwetse lamp. Ik vind het helemaal leuk. Voor €1,34 is dit wel echt een kampeer essential. Jongens, dat waren ze. Mijn vakantie essentials. Hopelijk ook jullie vakantie essentials. Ik ben heel benieuwd wat jij deze vakantie gaat doen. En wat er onmisbaar is voor jou op vakantie. Laat het hieronder weten in de comments. En misschien heb je nog wel tips voor andere mensen. Wat ze zeker niet mogen vergeten op vakantie. Wat je deze vakantie sowieso niet mag vergeten. Is om je te abonneren op ons YouTube kanaal. Zodat je nooit een video van ons mist. En doe natuurlijk even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Ik hoop je volgende keer weer te zien. Heel graag tot dan. Doei!